Over een eeuw is deze kade misschien niet meer hoog genoeg. Dit plantje kan ons helpen om Zeeland boven water te houden. Hoe houden we Zeeland leefbaar? In Jesk gaan jongeren op zoek naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Vandaag, Timo onderzoekt hoe planten ons kunnen beschermen tegen de zee. En in de steentijd konden we naar Engeland lopen. Maar nu eerst, hoe zit dat eigenlijk met zeespiegelstijging? Emma zoekt het voor ons uit. Zeespiegelstijging. Je hoort tegenwoordig haast doodgegooid met de term. Veel mensen zeggen dat we ons in Nederland hierover zorgen moeten maken, omdat het land zo laag ligt. Maar we hebben toch goede dijken gebouwd, dus hoe zit dat eigenlijk? De aarde warmt op als gevolg van klimaatverandering. Daardoor warmen ook de oceanen op. En als water warmer wordt, dan zet het uit en daardoor stijgt de zeespiegel. Dus dat is één heel grote oorzaak van zeespiegelstijging. De andere is het smelten van gletsjers en ijskappen op Groenland en Antarctica. Over de afgelopen eeuw is het ongeveer 20 centimeter wereldwijd en in Nederland ook ongeveer rond die snelheid. Op het moment zitten we op 3,5 millimeter per jaar ongeveer. Dus het versnelt steeds iets meer. En in de toekomst kijken we aan richting ongeveer een meter voor de komende eeuw. Het belangrijkste is echt stoppen met uitstoten van broeikasgassen. Want dat is de hoofdoorzaak. En dat heeft dan misschien niet nu meteen een effect, maar dat heeft wel een effect op hoeveel we uiteindelijk kunnen verwachten op termijn. Satellieten meten ongeveer iedere 10 dagen de hele aardbol, alle oceanen na. En daarmee kunnen we dus zien dat de zeespiegel stijgt. Maar wat je ook ziet als je naar dit filmpje kijkt, is dat er echt best wel sterke patronen in zeespiegelstijging zijn. Dus je ziet dat het op sommige plekken meer is en op andere plekken minder. Dus wat echt heel gek is, is dat het grootste effect van zeespiegelstijging als gevolg van smelt rond de evenaar zal zijn. En zou je zelf hier nog een huis willen kopen in Zeeland? Ja hoor, we hebben hier een goede kustverdediging. En voor daarna zijn we bezig met slimme oplossingen door gebruik te maken van bijvoorbeeld zeegrassen of schorrelplanten. Om daarmee op een natuurlijke manier onze kusten te verdedigen. Wel een raar idee. Over een eeuw is deze kade misschien niet meer hoog genoeg. Met hoog water zal het water er dan overheen stromen. Gelukkig hebben wij nog genoeg tijd om na te denken waar wij Zeeland boven water kunnen houden. Maar daar moeten wij dan wel nu mee beginnen. Hoe komen mammoetbotten op de bodem van de Oosterschelde? En hoe belanden oude speerpunten in de Noordzee? Omdat de Noordzee er vroeger nog niet was. Tijdens de laatste ijstijd kon je naar Engeland lopen. De zeespiegel stond 120 meter lager dan nu. En al dat water zat opgeslagen in enorme ijskappen op het land. Op de plek van de Noordzee lag het Doggerland. Daar liepen mammoeten en wolharige neushoorns. En er woonden ook mensen. Toen het warmer werd, ging het ijs smelten en ging de zeespiegel razendsnel omhoog. Gelukkig was dat niet zo'n probleem voor de inwoners van Doggerland. Ze pakten hun boeltje en trokken naar hoger gelegen gebieden. Ook nu wordt het weer warmer en opnieuw stijgt de zeespiegel. Maar wij kunnen niet meer zo makkelijk ons boeltje pakken als de mensen toen. Nederland is voorlopig nog veilig voor het water. Maar dat blijft niet vanzelf zo. Hogere dijken, zandopspuiten, slim gebruik van de natuur en drijvend wonen kunnen ons helpen om ook in de toekomst nog in Nederland te kunnen wonen. En wie weet wat we allemaal nog meer verzinnen. Deze planten kunnen wel eens heel belangrijk zijn voor onze toekomst. Ze beschermen ons niet alleen tegen de zee, maar ze slaan ook nog eens koolstof op. Ik ga zo op stap met twee onderzoekers die er alles van af weten. Die plantjes die je hier ziet groeien, hè, op het schor, die remmen de golven door hun structuur remmen ze die af. En als je dus een storm hebt en er komen hoge golven vanaf de Westerschelde die richting de dijk, dan worden ze hier op dit stuk schor worden ze gebroken. En op die manier beschermen die schorren ons dus eigenlijk tegen stormen. Nou, doordat die schorren dus golven afremmen, vangen ze ook het modder in. En wat er dan gebeurt is dat na verloop van tijd gaan die schorren, die groeien, steeds verder omhoog. En daardoor is het dus zo dat op dit moment de hoogste gebieden in Zeeland, die liggen niet binnen de dijk, maar die liggen buiten de dijk. En echt dat zijn zo? Deze schorren. Ja. Ah, kijk. Dat is beter. Kijk, cool hè? Ja, dus wat je hier eigenlijk ziet, is hoe die schorren de CO2 kunnen opvangen. Ja. Dus doordat het klei dat op de schorren wordt ingevangen heel dicht is, kan er geen zuurstof erheen heen komen. Dat zie je doordat het hier zwart is. Ja. En daaronder kunnen dus oud plantenmateriaal afgevangen worden.
En dat wordt dan als opgeslagen in de bodem. Dus hier zie je, er zit hier 1 meter onder de grond ongeveer. En je ziet ineens dat er gewoon een hele hoop plantenmateriaal in zit. In Zeeland is ongeveer 1,5% van het oppervlak bestaat uit schor. Ja. Maar 50% van de CO2 dat in de bodem is opgeslagen zit in die schor. De helft? Ja, de helft. Oké, okay. Ja, dus als je dan zo'n vliegticket koopt en ze gaan voor je geld bomen neerzetten of zo ter compensatie, kun je beter hier een paar extra schorren neerleggen. Ja, inderdaad. Schorren zouden inderdaad een efficiëntere methode kunnen zijn. En in Zeeland zou dat ook zeker een optie kunnen zijn. Oké. Okay. Nou, hier zie je dus heel mooi hoe die laagjes aan modder uiteindelijk opbouwen om je schor omhoog te laten gaan. En je ziet ook al die wortels zie je erin zitten. En die wortels die blijven uiteindelijk in de bodem achter. En dat is eigenlijk je CO2-opslag. So, Timo, yeah. We want to stimulate the growth of these plants. Mm-hmm. But if they don't have a critical mass, when the tide comes, they'll get washed away. Yeah. So we use these structures to help support them when they're young. Mm-hmm. But these kind of look like plastic. You shouldn't be putting that in the sea, right? Yeah, but actually it's not plastic. It's made from potato starch. And after a while, it dissolves. Wow. So with these structures, we hope to make this marsh as high as this cliff. Okay. Does that work? Well, let's go find out. Sure. Well, look at that. We've got some little plants here hanging out in this big mud flat. Nice. And inside here, there's no way they're going to get washed away. And they can grow to be meters in size in a couple of years. And all this could be salt marsh. Deze schorren slaan dus meer CO2 op dan bossen. Ze beschermen ons tegen de zee. En ze zijn ook nog eens hartstikke mooi. Wil je ook meedenken over een duurzame toekomst? Meld je dan aan op www.jesk.nl. Tot volgende week.